Jacob Koolthof, Elze Koolthof, Lodewijk Koolthof, samen wel kan. Het zijn 27 namen van omgekomen Joodse Noordwijkers. Achter al deze namen zit een verhaal, maar lang niet van iedereen is dat verhaal bekend. Dus de geschiedenis is echt wel een, ja, een verhaal uit een, uit een boek. Maar ja, de oorlog is ook in Noordwijk uh, geweest en, en die verhalen kennen die kinderen eigenlijk helemaal nog niet. En ik hoorde ja, een poosje geleden van een kind van, we hadden helemaal geen Joden in Noordwijk. En dan denk, ik, is het is toch wel belangrijk dat, ja, dat het verteld wordt. Zo belangrijk zelfs dat de namen van alle 102.000 Holocaust-slachtoffers binnenkort op het Holocaust-namenmonument in Amsterdam komen te staan. Ede Tinga en Jaap van Duin zaden er geld in om de namen van de Noordwijkse slachtoffers te adopteren. En willen nu ook graag meer over deze Joodse Noordwijkers weten. De oudere Noordwijkers, nu ze er nog zijn en nog hun verhalen vertellen, of althans degenen die die verhalen gehoord hebben, dat zij dus een, een verhaal kunnen vertellen over een nou, Joodse buurman, buurjongen. Dorpshistoricus Willem Baalberger schrijft meerdere boeken over de geschiedenis van Noordwijk. Het was een, 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 weg, een, een jaar of 7, 8 geleden dat we met een groepje mensen daar echt is, zijn gaan kijken van uh, wie waren nou die joden, waar woonden ze. Maar dat is nog niet genoeg. Hij hoopt dan ook dat er mensen zijn die zich melden bij het speciale hoekje dat is ingericht in het Noordwijkse ontmoetingscentrum Het Trefpunt en hun herinneringen daar willen delen. Het is natuurlijk vooral het persoonlijke wat, wat, wat de geschiedenis interessant maakt. Dat, is, dat zie je natuurlijk in, in allerlei boeken. Als je, als je het echt over iemand hebt, is die geschiedenis is veel interessanter dan dat je wat algemene zaken die er toen speelden. Dus ik denk dat dat heel, heel belangrijk is dat, 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 dat juist die verhalen doorgaan.